Voor de laatste wedstrijd op deze speeldag trokken we naar Roeselare, die gastheer waren voor het decospanbenen van de Pestelen. Deze laatste spelen een goed seizoen, staan stevig op plek 3 en alles wat zij vandaag konden pakken was bonus, al denkt het thuisploeg daar wel even anders over. Roeselare speelt met vertrouwen en geeft Menen weinig of geen kansen. Het wordt 1-0 na een 25-19. Menen speelt niet meteen op niveau van eerdere wedstrijden en daar maakt de thuisploeg dankbaar gebruik van. Deze set gaat dan ook naar de thuisploeg. Dat was al snel duidelijk. 2-0 met een 25-22. Het zou dan de snelste wedstrijd van de laatste speeldag worden van de reguliere competitie, want ook in set 3 is dit menen geen partij voor de thuisploeg. De thuisploeg heeft amper 23 minuten nodig voor set 1, 25 voor set 2 en 24 voor de derde set om een simpele 3-0 op het scorebord te zetten. Roeselare kan uitkijken naar de Champions League wedstrijden, de halve finale van de Beker van België. Hij mag nog eenmaal aan de slag in de reguliere competitie voor de inhaalwedstrijd versus Lindemans Aalst. Een stevige volley, waar Aalst een punt moet pakken om naar play-off 1 te gaan. Ik denk dat wij niet als niveau halen. Ik denk dat Roeselare een heel goed niveau haalt. Ik denk dat we receptioneel echt wel onderuit gaan, zeker in eerste set, in het begin van de eerste set. En dan een beetje het verder verloop van de wedstrijd bepaald. De drive was er een beetje uit bij ons. Er was weinig vechtmentaliteit in. Ik wist wel dat we vandaag niet top gingen zijn. Ik had gehoopt dat we wel iets meer stabiliteit konden tonen in sommige onderdelen. En dat we niet getoond. Maar Mazijk heeft verdiend gewonnen. Roeselare heeft verdiend gewonnen. En we kunnen alleen maar uit de fouten leren, denk ik, vandaag. En hoop naar de play-offs nu. Ja, we zijn gisteren teruggestart. En iedereen had wel enorm veel goesting en drive om die wedstrijd te spelen. Dat is ook een van de redenen waarom die wedstrijd hebben gespeeld. Natuurlijk, het is een hele speciale opstelling, weet ik ook. Maar ja, ik moet toegeven, ik heb er echt met momenten van genoten dat we echt heel secuur aan het spelen waren. Op de juiste momenten slim hebben gespeeld. En vooral met heel veel lef en durf hebben geserveerd. En dat was ook, denk ik, het enige wat we konden doen hier vandaag in de wedstrijd. Ik denk dat we goed gespeeld hebben onder de omstandigheden. Kleine kern die we vandaag hadden. Ik denk dat het was voor ons heel leuk om, we hebben de hele week niet getraind en om dan gewoon vol erin te gaan en kijken wel wat er gebeurt. En het liep eigenlijk vanaf het begin af aan heel goed en ik denk dat we met veel enthousiasme echt een leuke wedstrijd neer hebben gezet. Goh, persoonlijk ben ik wel blij dat ik iets heb kunnen laten zien natuurlijk, maar als je kijkt in het algemeen dan is het toch geen match om naar huis te schrijven, zeg maar. In het begin was er geen fight spirit bij ons. Er had veel meer in gezeten van het begin en al. Je zegt het zelf, je hebt wat meer minuten gemaakt dan anders. Hoe vond je het? Het was heel leuk natuurlijk. Ik heb nog niet zo heel veel kunnen laten zien dit seizoen. En dan meteen een anderhalve set tegen Roeselare te mogen spelen is toch niet niks. Dus daar ben ik persoonlijk heel tevreden.